nieuwe vlog. Ja, vandaag ga ik terug vloggen en ik ben juist klaargemaakt. Ik moet nu gewoon nog mijn kleren aandoen. Allee, ik ben ze aan het kiezen, maar ik heb keuzestress. I don't know what to wear. Ik ga samen met Mero our free week of donuts gaan. Maar ik moet me eerst omkleden. Ik ga gewoon het topje dat ik nu aan heb aandoen in het bleek. En dan het trui. Ik ga dan fucking dood. En gewoon deze trui. Dus ik ga me eerst omkleden. Ik ga ook Bare Vanille aandoen van Victoria's Secret. Die is bijna op. You know the drill. Oké, dan ga ik nu snel een zakje maken. Maar hij is al half gemaakt. Dan mijn jas. Ik vergeet altijd waar ik naar mijn sjaal doe. Hè. Precies ook. Ik moet wel zeker nog mijn sjaal vinden. Anders vind ik het niet mooi. Then I am ready. Oh, nee, is het mijn al. We got the phone, we can go now. I found my shawl. This is on the OOTD. Just simple, just casual. Jeans, a treitje. Een mooie belt wel. Tot straks, Billy. Love you. We are in Ostend. Ah, eerst hier. Alles een roze tint heeft. You know the vibes. En nu is het tijd voor Fee Duncan. Niet zo snel meer hoor. We hebben de code ingedaan, we hebben 0,0 die we moeten betalen. Mama Tammy, je bent echt aan betand. Nee, ik wil gewoon staan en eten. Ja, sorry hoor, maar dan betand. Nummer 32. We are on our way back home. We hebben al beide een donut gegeten en het was verrukkelijk. Chefskisses. Ready to walk? Ready for a walkie? Are you ready for a walkie? Let's go. Andere kant, Billy. Ja. Back home en we hebben de donuts in de frigo. Natuurlijk heb ik nog some goodies van de D en kruidvat. Dan in de D heb ik opnieuw mijn zelftrainer gekocht, because I'm in need of a self-tan. Ik pak de dark. Ik was aan het twijfelen of ik ultra dark doen, maar misschien ook in de zomer ultra dark ga doen. En nu gewoon dark. Maar deze sunkist is echt super goed. In de kruidvat heb ik een paar dingetjes gekocht. Wacht. Eerst heb ik zo een Tick & Wow Fixing Brow Mascara. Dus ik denk dat dat een soort van brouwtje is. Like. I don't know, ben benieuwd eigenlijk. Ik zag dat ik zo, iets nieuws. So I need to get it. Dan, ik denk gisteren of eergisteren, had ik iemand tegengekomen op TikTok en ze zei dat deze super goed was. De I Love Extreme Crazy Volume Mascara van Essence. En
Oeh, inderdaad. Het is echt dit borsteltje. Ik hou van zulke borsteltjes. Het is like de dikkere versie van een telescopic one. Zo, ik ben heel benieuwd om deze te testen. Dat gaat waarschijnlijk morgen of vanmiddag zijn. Dan zei ik een keer dat ik ook nog een lash princess wil kopen, maar een andere kleur. Dus ik heb nu een keer zo'n... Ik heb nog nooit een mascara gehad met zo'n soort borsteltje. Maar het is een roze lash princess en mensen vonden deze ook echt super goed. Het is ook Curl and Volume en dit is Crazy Volume. Dus twee volumes mascara's. Dan had ik deze had ik al een keer gekocht. Zo gewoon een eyebrow gel. Maar deze vind ik echt super goed van Essence. Ik was nog aan het twijfelen deze of Got To Be Glued. Maar ik weet dat die Got To Be Glued echt een beetje te goed is. If you want a good eyebrow gel, deze. Ik wil zo eigenlijk een beetje een huidskleur voor zo hier. En ook misschien voor je waterlijntje, omdat ik die witte misschien iets te fel vind. Een beetje beige achterheentje gaat echt ook mooi zijn, denk ik. Dus, can't wait to try. En dan wil ik nog een blush. Oh, dat moet. Dan wil ik nog een blush, dus dan heb ik bij Catrice de Cheek Lover Marble Blush gepakt. En hij ziet er echt... Sorry Billy. Hij ziet er echt super mooi uit, like. Dat zijn al de dingen that I bought today. That's everything I got. En dan gaan we nu lekker lunch maken, zeker. We hebben echt zoveel chocolade. Dat zijn allemaal grote die niet in de kast raken. En dan die doos zit ook vol met chocolade. Het is echt niet te doen, man. Kijk. Alles zit erin. Twee toasties, croque monsieur, zonder ham wel. En dan lekkere Italiaanse ham. Zie zo lekkere garnaaltjes. Ik heb er onderweg een beetje te veel mayonaise gedaan. Ik ga er al eventjes een serietje aanzetten die ik ga kijken terwijl. Oké, we hebben lekker eten en we kunnen nu een serietje kijken. Y'all, don't be mad. Ten eerste. Ik heb nog niks gedaan voor school. Ik ga mis cadet hier. Loves to... Stel dingen uit. Hey Billy, we love it, hè? Ik moet eerst mijn kamer opruimen. Cause ik heb gewoon dingen, het is niet veel. Het is niet veel, het is gewoon slordig. Omdat ik heb mijn bed nog niet opgemaakt. Ik heb die kleren hier hangen. Ik heb gewoon mijn zakjes daar gezet. Mijn schoenen staan hier gewoon op de grond. Pyjama broek ligt hier ook nog op de grond. Kast staat nog open. Noem maar op. Ik heb gewoon alles laten rondslingeren vandaag. Ik heb nog niks opgeruimd. En misschien een afspraak maken. Maar ja, oké, okay. Dus we know what to do. Oh my god, also a few days ago. I got beautiful flowers. Look at them. Ze zijn zo mooi aan het bloeien. Oh, dit is echt gewoon perfectie voor mij. Like, zo wit met roze. En weet je, dit zijn tulpen, maar ze doen me aan denken aan zo'n peonies. Beautiful, right? I'm blessed. That's all I can say. Maar nu gaan we snel mijn kamer opruimen. Oké, de kamer is clean. Dus ik ga beginnen met schoolwerk. Ik ben echt... Ik ben het alweer aan het uitstellen. Hè. School is zo demotiverend. En zeker als je alles moet doen in de vakantie. Geef ons toch gewoon een keer eventjes rust. Zeg ik eerlijk dat ik geen rust gepakt heb. Maar nee. Ik rust, maar ik stress heel de tijd. Dat is niet rusten. Ik wil soms echt, ik zit echt soms op momenten dat ik moet wel stoppen met school. Maar ja, waar sta ik dan? Niet, ik heb zo'n kind of diploma. Ja, nee, het is echt uitputtend. Als je rust neemt, is niet een step te gerust die ik kan nemen, want ik stress dan heel de tijd. Like letterlijk gisteren, afgelopen nacht, ik kon niet slapen. Ik denk dat ik tot 4 uur wakker gebleven met benen. Ik kon niet slapen, ik heb de hele tijd zitten proberen. En ik voelde me heel de tijd schuldig omdat ik dacht, oh, ik kan nu dingen doen voor school. Like, hallo,
dat is toch niet gezond. Like, en ik weet dat ik niet de enige ben. Ik weet dat ik niet de enige ben. Like, dat is niet gezond. Ja, echt, I swear to God. Ik kan niet zeggen moeilijk, maar ik had soms ook echt al een moment dat ik zo was van... Maar nu, in de hogeschool, je bent... Ze helpen je, maar je moet toch ook wel echt je plan trekken. Zeker bij echt een aantal vakken moet je zo hard je plan trekken. Like, ik weet nu al, voor een bepaald vak, moet je zo hard een plan trekken, dat het gewoon onmogelijk is. Bijna, like, ja, het is gewoon onmogelijk is bijna om daar voor te slagen. Ik kom van een richting zonder voorkennis over niets. Ik enkel schoonheidsverzorging. En dan begin ik met dat. En dan heb ik like, zoiets van... Ze hadden echt zo, like, dat zijn echt soort shit dat ik echt van me aan irriteer. Like, ik zeg het je, zeker, fuck, ik heb 10 leerkrachten, er zijn zeker 7 leerkrachten die doen alsof je al moet voorkennis hebben. Nee, dat is heel erg frustrerend en uitputtend. Want ja, je hebt gewoon geen zin om dingen te doen. Hè. Zeker als je het niet snapt, waar moet je dan beginnen? Moest je geen diploma moeten hebben? Of moest ik gewoon blij zijn met mijn diploma van schoonheidsverzorging? I swear, ik was misschien wel gestopt met school. Maar, Zobiet komt mijn boyfriend waarschijnlijk ook, dus ja. It's gonna brighten my mood a bit. Maar ja, hopelijk vonden jullie het allemaal een heel leuke video om te kijken. Als jullie meer vlogs willen zien, vergeet dan zeker niet om een likeje achter te laten of... te abonneren. Dankjewel om te kijken naar deze video en ik zie jullie terug bij de volgende video. Dankjewel ook voor al de liefde met al die abonnees en zo. I appreciate it. Ik love jullie allemaal. Rare sentence, maar oké. En ik zie jullie bij de volgende video. Bye bye! Oké, guys. We zitten even in bed. Pilietje gaat soms helemaal naar boven, maar is dus de andere trap niet er geen probleem mee. Maar deze trap is hier op een of andere manier echt bang van. Hè? Kom. Nee, niet plaatsen. Ik hoor je, ik zie je ook wel zo, hè? Ga je nu gaan leggen?